Hier zijn we terug. Het verhaal van Cupido en Psyche. En het gaat als volgt dat Psyche een heel mooie koningsdochter was. En Venus was daar niet echt helemaal tevreden mee. Dus zond zij haar zoon Cupido naar aarde om eigenlijk zijn pijl af te schieten op Psyche, zodat zij verliefd zou worden op een gewone sterveling. Maar in plaats daarvan werd Cupido zelf verliefd op haar. En dat wordt een heel liefdesgeschiedenis. Maar het eindigt goed. Ja, wij kunnen hier Jordaans wel in herkennen. In deze schilderij leunt hij ook nog wel heel sterk aan bij eigenlijk de manier van uitbeelden van Rubens-techniek. Ja, Rubens zijn invloed, ik denk op schilders in het algemeen van zijn tijd. Hij had zoveel invloed op anderen dat ook Jordaans daar niet aan ontsnapte. Persoonlijk vinden wij deze een mooi werk van hem. Je hebt eigenlijk die vrouwen en hun huiden dat nogal tamelijk vlot zijn uitgewerkt. Ook de doeken dat er om zijn gedrapeerd zijn eigenlijk ook vlot uitgewerkt. En dan heb je eigenlijk zo hele mooie details. Hij begint van die grijze onderlaag en daar gewoon met een paar dotjes en borstelstreken in verschillende tinten krijgt hij eigenlijk dat effect van die bloemen. Ja, eigenlijk is dat gewoon een grijze onderlaag en dan toek, 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 een paar toetsen en die bloemen zijn er ineens. Er zijn verschillende onderzoeken eigenlijk dat voorafgaan aan de restauratie. UV, infrarood valse kleuren, microscopisch onderzoek en alles bij elkaar genomen kunnen wel een inschatting maken van waar dat er over schilderingen of retouches van eerdere restauraties aanwezig zijn. En ook tijdens de restauratie blijft dat onderzoek eigenlijk doorlopen. Dat nog een groot schilderij is en wat we getwenend zijn, moesten we ook bespreken en inschatten van waar dat we gaan beginnen. Dus dan was dat ook nog zo van ja, we gaan dat zo en zo doen. Dat we gewoon konden blijven werken zonder op elkaar te botsen. Eigenlijk, sinds vorige keer hebben we gewoon de vernisafname verder gezet. Ook oude overschilderingen en retouches die tijdens de vernisafname al meekwamen, hebben we ook afgenomen. En nu staan we op het punt dat er eigenlijk nog maar zo'n kleine zone moet gedaan worden en dan is de vernisafname klaar. We hebben ook nog meer een grotere aanpassing ontdekt, waar dat nu nog verder ook met collega's moet besproken worden van hoe dat we daar verder eigenlijk gaan de behandeling verder zetten. Die zone hier tussenin, inderdaad. Wij denken dat het een esthetische aanpassing is, omdat dat been ligt in eigenlijk een vreemde hoek en lijkt heel kort. En dat stukje doek breekt het op en maakt het normaler. Ja. Volgende keer vertellen we meer over de restauratie zelf. Maar nu gaan we vlijtig verder werken, want er staat een strakke deadline op onze restauratie. Ja, het moet op tijd klaar zijn.